Domnul Demesmaeker, un minut și 30 de secunde. Meneer de commissaris, ik heb goed naar u geluisterd en u zegt dat u zich ernstige zorgen maakt. U zegt dat u de zaak op de voet zal blijven volgen. Meneer de commissaris, ik maak me stilaan zorgen over de realiteitszin van de commissie. Commissie die de feiten niet blijkt te willen inzien. Nadat Erdogan eerst de kritische media de mond snoerde, vervolgens de premier de laan uitstuurde, zijn eigen bevolking in Koerdistan met bruut oorlogsgeweld te lijf gaat, moest nu ook de politieke oppositie eraan geloven. De onschendbaarheid van 138 parlementsleden opheffen, dat is een puur politieke zet met als doelwit de Koerdische Democratische Volkspartij. Wij moeten het duidelijk en ondubbelzinnig voor deze parlementsleden opnemen. Zij moeten hun verhaal voor een democratisch en een vrij en een vreedzaam Turkije kunnen blijven vertellen. Meneer de commissaris, opnieuw, wat heeft u nu eigenlijk gezegd? We moeten ons ernstig zorgen maken en we zullen de zaak op de voet blijven volgen. Wel, dat is niet goed genoeg. Meneer de commissaris, hoe lang zullen wij ons laten blijven chanteren? Wanneer zal u en de Europese Unie aan Erdogan duidelijk maken dat de vluchtelingendeal geen carte blanche biedt? Oppositie, vrijheid van meningsuiting, respect voor mensenrechten en minderheden horen integraal bij een democratie. Weet dat de Europese Unie zijn geloofwaardigheid verliest als u er niet in slaagt die waarden ook echt te beschermen. Mulțumim, doamna Șache, un minut. Mike. Thank you, President. We've seen an unacceptable amount of compromise on the part of the Commission and the Member States of the very values the EU is built on. They have been weakened and traded for Turkey to protect our